Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Aywin Rasoolbaks, nu officieel hofpresident. Shenglong Company doet jaarlijkse donaties. Vruchtbaar onderhoud president Santokki en voormalige Tokayanas. Defensieminister Matura bezoekt militair hospitaal en clusterteam controle handhaving COVID-19 geïnstalleerd. ...18 december 2020. Een bijzondere dag voor het Hof van Justitie. Na een paar jaar te hebben waargenomen in de functie is Aywin Rasoolbaks vandaag officieel beëdigd tot president van het Hof van Justitie. Tijdens de plechtigheid op het presidentieel paleis werden de nieuwbakken hofpresident, de eveneens beëdigde substituut officieren, leden en plaatsvervangende leden toegesproken door president Chandrika Prasad Santokki. De communicatiedienst Suriname legde het volgende voor u vast. Vandaag is een bijzonder moment, de aanvulling van het korps vervolgingsambtenaren met de beëdiging van deze nieuwe substituut officieren van justitie. Een moment dat de rechtsstaat, waar deze regering enorm veel waarde aan hecht, verder wordt versterkt. Een moment waarbij we overgaan dat het verder beschermen van de samenleving tegen de steeds verder verruwende criminaliteit. Geacht aanwezig. Binnen onze constitutionele orde is het Openbaar Ministerie met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten. Tegelijkertijd wordt het algemeen vervolgingsbeleid door de regering bepaald conform wet, recht en internationale verdragen. Dit wordt zo voorgeschreven door onze constitutie. De grondleggers van onze rechtsstaat hebben hiermede voor wat betreft opsporing en vervolging van strafbare feiten een balance of powers gecreëerd die ook de rechtsstatelijkheid verder bevordert. U bent nu officieel beëdigd als substituut officier van justitie. Als nieuwe officieren zullen goed moeten worden opgevangen en worden geïntegreerd binnen het bestaande systeem op basis van het principe dat het Openbaar Ministerie één en ondeelbaar is. We zitten nu met de beëdiging van vandaag op een formatie van 32 personen in de vervolging, mij bijgeteld, waarvan het overgrote deel inderdaad uit vrouwen bestaat. En daarmee geeft het Openbaar Ministerie figuurlijk
uiting aan het begrip van vrouwen justitia. En dat betekent dus dat we in de rechtsstaat Suriname met hun aantreden de verwachting mogen hebben het Openbaar Ministerie een veel sterkere performance zal hebben in de komende tijd. Nou, ik kan u zeggen, aanvoelen is een groot woord om het zo te zeggen, maar het komt erop neer dat ik voel dat het Hof en de regering een verstandig besluit hebben genomen om die functie definitief in te vullen van president. Maar ook de capaciteitsuitbreiding. Het had al lang gemoeten. Elk zichzelf respecterende natie laat geen functies open. Ik begreep het gewoon niet dat het open bleef, enerzijds. Maar ja, het heeft de hele procedure. Je plukt een president ook niet uit de rechter simpel. Je moet in elk geval gedragen zijn door het geheel. En het zijn twee architecten die bouwen eraan. En de regering en het Hof. De grondwet geeft die checks en balances. Dus ik heb het gevoel dat er een verstandig besluit is genomen. Het feit dat men voor mij heeft gekozen, ik waardeer dat. Ik apprecieer het. Zowel het Hof als de regering. En ik denk dat we daarmee verdere meters kunnen maken. De Suriname Shenglong Company NV heeft haar jaarlijkse donaties gedaan. Op vrijdag 18 december 2020 mochten vertegenwoordigers van sociale instellingen pakketten in ontvangst nemen. Speciaal voor deze gelegenheid had de onderneming First Lady Melissa Santokhi Sinashiri gevraagd de donaties te verrichten. De presidentsvrouw waardeert het feit dat de Suriname Shenglong Company teruggeeft aan de samenleving. De Shenglong Company bedanken voor de uitnodiging, voor de organisatie van deze donatie-evenement. We zijn in de decembermaand en vooral in deze periode moeten we de liefde delen. Dus het gaat vooral om het delen van hetgeen dat je hebt. Het delen van hetgeen dat je hebt met je medemens. En dat zorgt ervoor dat je vreugde en liefde ook deelt tegelijkertijd. Dus in deze wil ik de dank uitspreken aan de Shenglong Company, aan de general manager, meneer Shida, en die hele directie. Zoals is aangegeven, er is een traditie hier van delen, een traditie van donaties en het komt erop neer een traditie van het delen van zorg en liefde. Dus dat is mooi dat jullie dat kunnen voortzetten, ondanks de moeilijkheden die het bedrijf zelf mee te kampen heeft. Met COVID moeten we dit aangepast doen. Dus de 15 instellingen, fantastisch dat we 15 instellingen kunnen ondersteunen. Wegens COVID zijn de vertegenwoordigers hier om het in ontvangst te nemen. Het liefst hadden we het anders kunnen doen in samenwerking met Shenglong Trading. Dat wij bij de bewoners thuis konden zijn en hun een hartje onder de riem steken. We start from 2007 of 2008. And this year is already the 13th year for this donation. Every year before the Christmas, we have such donation and provide something to the people who are in need from these houses, including the children house, elder house, and some other houses. Hope that we can do something to help them. Dus zoals bekend had ik aangegeven dat ik alle instellingen had willen bezoeken. Maar let wel, vanwege COVID moeten we dit op een aangepaste manier doen. Dus vandaag hebben we gekozen om 15 instellingen dan middels vertegenwoordigers de pakketten over te dragen. Het liefst had je die liefde willen delen door daar persoonlijk aanwezig te zijn. Dus ook al zitten we midden in een COVID-pandemie, wil niet zeggen dat we onze medemens vergeten. Dus toch op een aangepaste manier met hun de liefde te delen. Allereerst zijn we heel erg dankbaar met dat alles wat we hebben gehad. Het is, voor velen is het niet veel, maar voor ons is het voldoende. We kunnen weer een eindje verder hiermee.
Dus we zijn heel erg blij daarmee. Geef zoveel je kan geven. Vaak genoeg zijn de tehuizen, en ik heb het dan specifiek over tehuizen met mensen met een lichamelijke beperking, mensen met meerzijdige beperkingen. Meestal worden we zo in een hoekje gelaten. We zijn niet echt bekend in de samenleving. Maar hierbij wil ik aan ieder oproepen om te geven. Denk ook aan deze kinderen, deze bewoners. Zij hebben niet gevraagd om zo op de wereld te komen. Maar samen met ons, ja, gezamenlijk kunnen we het voor hun ook heel leefbaar maken. Dus bij deze bedank ik wederom Shenglong Training dat ze deze donatie samen met mij hebben willen doen. En ik hoop dat dit ook een stimulans is voor overige ondernemers en bedrijven om hun steun te geven in deze periode. Ik snap dat, dat 2020 niet een makkelijk jaar is geweest. We gaan hem zo meteen afsluiten. Het gaat erom hetgeen dat je hebt te delen. En net wat ik aangaf, het hoeft niet materieel altijd te zijn. Het kan ook op een andere manier. En wij Surinamers zijn inventief genoeg om te weten hoe we een hartje onder de riem kunnen steken. De bewoners van deze instellingen zitten al een hele poos eigenlijk afgezonderd. Dus soms is het gewoon middels een clown of een kerstman. Dat kan ook zo. Dat is immaterieel. Het is niet per se in geld uit te drukken. Dat is wat ik bedoel. Dus bij deze een oproep aan de ondernemers om te kijken hoe zij dat kunnen doen. En ten slotte wens ik ondanks de omstandigheden een ieder gezegende feestdagen toe. Vertegenwoordigers van de voormalige Tucayana Amazones hebben op donderdag 17 december 2020 een vruchtbaar onderhoud gehad met president Chandrika Persat Santokhi. Het betrof in eerste instantie een kennismakingsgesprek. Echter hebben partijen daar waar er ruis was ontstaan zaken besproken. Verder zijn er concrete afspraken gemaakt voor het brengen van ontwikkeling voor de inheemsen in het binnenland van Suriname. De Tucayana Amazones, ja, die bestaan niet meer. Volgens het akkoord van nationale verzoening en ontwikkeling. Want volgens dat artikel, ja, je hebt zijn ex-leden. Volgens dat artikel houdt het op te bestaan nadat wij dus getekend hadden en amnestie hadden. Maar in het kader van dus die ontwikkelingen verder, zoals afgestemd, hebben we dus met de president kunnen praten. En we zijn blij met dat gesprek. We hebben concrete afspraken kunnen maken met de president wanneer het gaat om die ontwikkeling. Dus onze focus is nu ontwikkeling voor onze inheemse broeders, onze inheemse mensen in het binnenland. En ik denk, we hebben een goed gevoel dat het goed komt. We verwachten dus ontwikkeling, duurzame ontwikkeling. Maar er zijn verschillende gebieden eigenlijk in het achterland. Je hebt het Apura-Washabu gebied, je hebt het in het oosten het Kasipora gebied, je hebt in het midden het Mata gebied, Konome, Rume, Taporipa. Er zijn verschillende gebieden met verschillende aspecten, dus verschillende zaken die je daar kan doen. En wij denken in termen van agrarische ontwikkeling, pluimvee, ja? Maar in termen ook van export van producten. Ja, zaken die we zelf zouden kunnen doen, lokaal, in een regio. En dat hebben we de president ook gepresenteerd. Maar dit staat dit ook in het kader van wat we hebben afgestemd in het akkoord hoor, van nationale verzoening en ontwikkeling. Want er zijn daar een aantal zaken ook aangehaald. En uitgaande van dus, die afspraken in dat akkoord hebben we dus voorgelegd, het denken. En voornamelijk het denken aan duurzame ontwikkeling. Er zijn concrete afspraken gemaakt. Dus dat geeft al een beetje hoop. Zou de samenleving mogen weten wat die concrete afspraken zijn? We zijn over een aantal weken weer bij elkaar. En waarbij andere deskundigen erbij gaan zitten. En zij zullen ons dan verder begeleiden en adviseren en begeleiden. Dus het traject is ingezet. Door sowieso de FITS. En we ondersteunen, wat dat betreft ondersteunen we. Er is een traject uitgezet, dat traject wordt uitgevoerd. En
Hoe kijken we daarnaar uit? We hebben nu direct een uitvoeringsafspraak gemaakt dat we komend jaar weer samen gaan zitten met alle deskundigen. Dan gaan, zij komen ook met een team dat voor hun gaat vormen, het projectmanagementteam van hun. Zodat we samen met hun kunnen starten met uitvoeren van de projecten. Maar nogmaals, dat ze achter het regeerbeleid staan, dat ze de ontwikkeling ondersteunen en dat ze willen dat we als Surinamers in eenheid moeten gaan werken om dit land verder te gaan ontwikkelen. Ja, kijk, die kassaaffabriek van de vorige regio waren direct geïnteresseerd. Heb ik de minister van LVV opdracht gegeven om alvast mensen te gaan sturen. Om te gaan kijken wat er aan de hand is. En misschien kunnen we starten, want dat hadden we ook gezegd. Het blijkt dat het helemaal ontmanteld is. Alles is verdwenen vandaar. Dus dat is heel jammer. We zullen nog nader onderzoeken waar al die spullen allemaal verdwenen zijn. Maar inmiddels hebben particulieren een eigen kassaaffabriek op Lelydorp gezet. Het zou goed zijn dat u ook daar langs gaat en dat waarderen we. En we hebben afgelopen week investeerders gehad van Amerika, New York. En zij willen veel kassaven opkopen, ze willen veel fruit opkopen. Dus dit komt geweldig. En ik ga die dag als ze hier komen, breng ik ook een Zoom-meeting met de opkoper in Amerika. Zodat direct afspraken gemaakt kunnen worden over opkoop, over volume van opkoop, over de prijs. Zodat de mensen met zekerheid de projecten kunnen gaan uitvoeren. Want als je zeker bent dat je afzet hebt, gaat iedereen met plezier ook meewerken aan de uitvoering van de verschillende projecten. Net zoals de bewoners van Apora. Ze hebben nu 100% zekerheid dat er afzet is voor hun Marcousa. Er is afzet voor hun pomptaier. En dat is wat de mensen nodig hebben. En dan zie je namelijk dat er inkomsten gaat komen. Maar nogmaals, ze zijn gekomen in de eerste plaats om dat bericht over die dreigende te bespreken. Maar dat hebben we goed besproken en we zijn direct overgegaan naar het grote doel, namelijk ontwikkeling brengen voor de inheemse gemeenschap, maar ook voor Suriname. FAC Dumontier Militair Hospitaal levert volgens defensieminister Krishna Kumari Mathura een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg in Suriname. Voor het ministerie is de gezondheid van militairen, voornamelijk de preventieve zorg, zeer belangrijk. De bewindsvrouw heeft op vrijdag 18 december 2020 een werkbezoek gebracht aan dit ziekenhuis. Zij kreeg daarbij een rondleiding en presentatie van wat er plaatsvindt. Mevrouw Mathura, alles goed met u? Ja, ik heb altijd gewenst om u altijd zo te zien. In het echt, ik heb u nooit in het echt gezien. Oh, dat dus is zo lief. Dat ik vandaag hier mocht zijn dat ik u mag zien. Heel fijn, ja, dankjewel. Ja, heel blij te zien. Heel prettig, ja. Heel vertraagd? Dus, jawel. Ja? Ja. Wanneer komt de baby? Een van deze dagen. Ik zit te wachten. Oh, ik dank voor u. Heel veel succes en heel vertraagd. Ja, hetzelfde. Ja? Ook voor u. Ja. In elk geval een presentatie gehad van wat er allemaal hier gedaan wordt bij MH. En daarnaast heb ik een rondleiding gehad en mocht ik zelf zien onder welke omstandigheden hier gewerkt wordt. Laat me dit zeggen, voor ons is de gezondheid van militairen heel erg belangrijk. En daarom hebben we eigenlijk een eigen poli. Het zijn artsen hier en er komen ongeveer tussen de 150 mensen per dag hier op de poli. En in deze COVID-situatie is het heel belangrijk dat de mensen op een veilige manier naar de poli komen en dat ze op een veilige manier behandeld worden en dat ze ook weer weggaan. We hadden in het begin van mijn aantreden
bleek dus dat er hier medicijnen waren die vervallen zouden worden en dat de apotheek niet in gebruik was. Dat hebben we opgelost. Eigenlijk hebben we de medicijnen verkocht en de apotheekruimte is verhuurd aan een bedrijf. En nu hebben we een nieuwe apotheek hier en de mensen, wat heel prettig is, is dat de mensen na het bezoek van de poli direct hun medicijnen kunnen krijgen. Verder is een groot deel van het militair ziekenhuis eigenlijk gegeven aan, nou niet gegeven, maar ter beschikking gesteld van het academisch ziekenhuis. En zij hebben de afdeling verloskunde hier geplaatst. We hebben dus ook, eigenlijk gebruikt het leger het beddenhuis niet meer, maar het is ter beschikking van het academisch ziekenhuis. Ook de jeugdtandverzorging hebben we een samenwerking mee. En zij zijn hier gevestigd. En zij behandelen dan eigenlijk onze militairen en hun gezinsleden wat de tandheelkundige zorg betreft. Er zijn afspraken gemaakt. Ik ben geïnteresseerd in de gezondheidstoestand algemeen van onze militairen. En dat heb ik ook gevraagd. Van kijk, we willen meer het aspect of het accent leggen op preventieve gezondheidszorg. En dan wil je wel weten wat is de situatie. Hoeveel militairen zijn er of wat is de situatie? Hoeveel mensen zijn gezond? Hoeveel lijden aan hart- en vaatziekten? De meeste belangrijke doodsoorzaken in Suriname. En wat zou je dan preventief kunnen doen om af te komen daarvan? Weet je, meer sporten, healthy lifestyle. Dus ik heb gevraagd dat ze die data genereren uit het systeem. En dat we daarop dan beleid gaan maken de komende periode. Ja, heel belangrijk is voor ons dat het militair ziekenhuis, het militair hospitaal een belangrijke bijdrage levert in de gezondheidszorg in Suriname. En dat we meer focus leggen op preventie. En dat we met elkaar moeten zorgen dat niet alleen mensen van het leger, dus de militairen en hun gezinsleden hier behandeld worden en mentaal en fysiek gezond voelen, maar ook de hele Surinaamse samenleving. We hebben een paar afspraken gemaakt. Er is een overeenkomst met het academisch ziekenhuis. Dat gaan we bespreken om een betere samenwerking. Tweede is dat we wat labtesten hier aan het uitvoeren zijn. En dat we gaan kijken van dat we die labtesten uitbreiden. En dat we meer mogelijkheden bieden, dat er meer labtesten gedaan worden. Verder hebben we dat van die data opgevraagd. Dat zijn de belangrijkste afspraken die we hebben gemaakt vandaag. Presidentieel besluit is op donderdag 17 december 2020 het clusterteam controle handhaving COVID-19 geïnstalleerd. Dit interdepartementaal team moet toezien op een effectieve handhaving en naleving van de COVID-19 maatregelen. Het team mag ten alle tijden optreden daar waar de regels niet in acht worden genomen. De coördinatie van dit team geschiet door de arbeidsinspectie. Inspecteur-generaal Rowan Noregio vertelt in gesprek met de communicatiedienst Suriname meer over het clusterteam. Ministers van Volksgezondheid, Arbeid, Werkelijkheid en Jeugdzaken, Defensie, Juspol, ROS, is een clusterteam ingesteld voor de controle en handhaving van de COVID-19 veiligheidsprotocollen. Dus het doel is dat we dan in clusterverband met diverse eenheden, zoals eerder genoemd, Defensie, Juspol en ook gespecialiseerde eenheden zoals het BOG, ECD, dat we dan gezamenlijk de inspectie zullen uitvoeren om COVID-19 eigenlijk te proberen de spreiding te proberen te beperken door dan de controle uit te voeren bij diverse bedrijven, bij deze de horeca sector. Arbeidsinspectie heeft bij deze eigenlijk de leiding of de lead om dit clusterteam eigenlijk te leiden.
En wij van de arbeidsinspectie hoeken al de wettelijke bevoegdheden conform onze taakstelling om te zorgen dat de bedrijfsgezondheidszorg, veiligheid, gezondheid van werkzamen gegarandeerd wordt. En we kunnen dan de COVID-19-protocollen ook als een deel van garanderen van gezonde medewerkers en ook van de totale samenleving, waardoor we dan eigenlijk in cluster verband onder leiding van de arbeidsinspectie dan de inspectie zullen uitvoeren op een verhoogde niveau. Als we kijken naar de stijging van de positieve gevallen, zien we dat het eigenlijk niet de goede kant op gaat. En mede ook op onze inspecties die we hebben gevoerd afgelopen weken, zien we ook dat vele horecabedrijven zich niet houden aan de protocollen voorgeschreven door het ministerie, door de regering. En het is dan nodig dat de regering eigenlijk strenger zal moeten optreden om te voorkomen dat men zich niet houdt aan de voorgeschreven protocollen en dat een mogelijke spreiding eigenlijk hierdoor beperkt kan worden. En om dat te doen is het dan noodzakelijk dat er een cluster gevormd wordt waardoor we dan gezamenlijk de inspecties kunnen uitvoeren en dat elke discipline zich dan binnen hun bevoegdheden zullen nagaan om de nodige inspecties uit moeten voeren. Ja, dus de aangepaste protocollen is niet eenzijdig door de regering gedaan. Dat is na onderhandeld te hebben of gesprekken te hebben gevoerd met het bedrijfsleven, zijn we dan tot een compromis gekomen dat de protocollen dan verscherpt zal moeten worden. En een van de wijzigingen is onder andere van dat op grond van de bezetting van uw terras, dat dan wordt uitgerekend hoeveel personen aanwezig kan zijn. Er is ook een limiet aan verbonden van dat men dan maximaal 50 mensen afhankelijk van uw bezetting eigenlijk mag gaan herbergen. Een heel andere belangrijke wijziging is ook dat elk cliënt zich maar 2 uren lang mag begeven op een locatie. En dat voor ons is ook belangrijk om dat na te gaan. Om die 2 uren na te trekken is het ook belangrijk dat men dat ook aangeeft. Is ook, denk ik, aangeweten in het protocol dat men ook aangeeft wie de bezoekers zijn. Dat we dan ook daarop zullen toezien van welk bezoeker komt en hoe laat. Waardoor we, wanneer we dan die prikacties zullen uitvoeren, dat we daar ook zien hoe lang zo'n bezoeker daar zich heeft bevonden. En los van om te weten hoe lang men zich daar bevindt, het gaat ook om de contact tracing. Dat is ook heel belangrijk. Wanneer mag blijken later dat persoon A positief is aan COVID-19 en dat door die contact tracing we zien dat dezelfde persoon eerder bij een specifieke restaurant. Dat weten we hoe de regering dan zal moeten optreden. Dus dat zijn de aanpassingen vooralsnog, want elk moment kan zich er nieuwe maatregelen worden toegepast. Dus afhankelijk van de situatie op dat moment. Waar het verscherpt moet worden, zal het ook verscherpt moeten worden. En ook is aangehaald de seatingsplan. Het moet ook duidelijk zijn van dat elk restaurant zich moet aangeven wat hun seatingsplan zijn. Eenmaal dat is aangegeven, mag men geen verandering aanbrengen. Een mooi voorbeeld, we weten wat aan toe gaat. Men gaat in groepen van 9, bijvoorbeeld. En met het protocol is aangegeven, per tafel mag er maximaal 4 mensen zich daar bevinden. En ze weten dat er een groepje met een groep van 9, dat men uit ervaring, dat we hebben gezien genoodzaakt is, dat men aan de tafel zo bij elkaar trekt om in dezelfde groep te blijven. Maar dat is ook niet toegestaan. Is 4 maximaal per persoon. Rekening houden met de afstanden die zijn aangegeven bij de protocollen. En dat men dan die seatingsplan van die tafels niet mag wijzigen. Dus die markering is heel belangrijk, daar gaan we ook letten. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Een fijn weekend toegewenst.